Twee maanden geleden was hij nog op missie in Afghanistan. Nu staat sergeant Thomas midden in een andere frontlinie. Dag mevrouw. In het revalidatiecentrum Avanze in Capelle aan de IJssel. Avanze kampt op dit moment met veel uitval van zorgpersoneel door corona. En de landmacht helpt dus nu een handje in het revalidatiecentrum. Ja, we doen hier met name medicatie delen. We doen de ADL-zorg, wassen, aankleden. We kunnen de wondzorg doen, ondersteunen met eten als dat nodig zou zijn. Op die manier kunnen we natuurlijk de zorg die hier vast werkt, die kunnen we ontlasten, zodat zij meer opnames kunnen doen en dergelijke. Sinds vorige week vrijdag draait Defensie mee in het revalidatiecentrum. De hulp van de landmacht is meer dan welkom bij Avanze. We hadden een grote uitbraak hier, al onze patiënten ziek, maar ook onze medewerkers. Daarmee kwamen echt de uitstroom van de ziekenhuizen in gevaar. En door een samenwerking met de GGD Rijnmond, de GOR, maar ook Defensie kunnen we hier weer open en kunnen we weer 24 mensen revalideren die anders in het ziekenhuis hadden moeten blijven. De landmacht ondersteunt locatie Avanze tot en met de eerste week van februari. Tot die tijd zal het camouflagepak van sergeant Thomas op het terrein te zien zijn. Ja, ik had de laatste vrouw die schrok een beetje. Maar als je dan uitlegt wie je bent en wat je komt doen, dan vinden ze het toch eigenlijk wel heel erg leuk. Je ziet ook bij sommige bewoners of ja, patiënten dat die juist weer positiever op ons reageren dan op het vaste personeel. Net omdat het even een ander gezicht is. Je komt toch met een andere uitstraling, kom je even binnenstappen. En helemaal hier in het revalidatiecentrum, waar mensen toch vooral zelfstandig dingen moeten doen. Ja, dan kan het pak ooit wel eens meehelpen. Ik vind het ook erg steun aan je. Ik respecteer je voor je werk, wat je doet voor iedereen hier. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dank u wel.